Dag iedereen vanuit België. Het is dus weer ek. We zitten in het bos, in het regenwoud. Het is hier de max. We zitten nu op het moment op een heel afgezonderde plaats. Hier beschermen de mensen het bos. Want anders gaat dat wel schoon kapot. En het is hier vrij anders of het regenwoud dat ik tot nu toe gezien heb. Hier wordt het maar donker. Ik ga een momentje ronddraaien. We zijn met vrienden en familie. Ja. Het is wel vermoeiend, maar kijk, we zijn even gestopt voor iets. Ik zal mijn camera draaien. Een reuze boom. Dat is hier een kastanjeboom. Het noemt kastanje. Zoals in België. Want het is heel anders. Volgens mij zit het daar. Zit het daar fruit in. Dan is dat. Mira. Mira. Bolas marrones. ¿Qué es? Sí, los bolos. Ahí también, es castaña. Un, es grande. Es como una nuez. Y sí, es muy agradable. Ah, ok. ¿Dónde está? Let's see if we can. Yeah, there's hardly a place to walk. Hier kan je niet echt wandelen. Dus hier, hoe dicht de bost. Je moet dus alles opentrekken om naar de plaatsen te gaan. Maar het is hier wel de moeite. Alles zit hier op een fret. Afgebroken door de meren. Die meren zijn wel groot. Misschien kan ik wel een meer aan jullie tonen. Oh! Ja, we zullen nog gaan. Dat is ook een bloem. Het is heel tof. We gaan gaan. Pacho! ¿Tú conoces ese lugar? ¿Cuál? ¿Tú conoces ese lugar? ¿También? Años he venido por acá. Chévere. A ver, vamos a... Ja. Het is ons derde dag in het regenwoud en ik heb wel een infectie aan mijn been. Het doet wel zeer, maar ik ga het wel overleven. Maar dan nog. Oké? Je ziet een infectie aan je leg? Ja. Ja, Louisa spreekt Nederlands. Dat is ook al iets. Ik moet naar hier, ben ik heel, mijn keel is heel ontstoken, mijn kop dus hier. Wel heb ik in het rivier gezwommen, aan de ene kant naar de andere kant. Heel gevaarlijk, maar ik heb het wel gedaan. Het was de moeite om dan manatee in te zien. Een manatee is zo'n aquatische koe, een koevis, koebeestje. Maar helaas heb ik geen gezien. Ik heb geen tenen kom. Dat is wel jammer, maar ja. Het is nu eenmaal zo. De camera op. Dit is waar. Also wandelen we. Castaña. Ja. Ustedes han encontrado? Pablo, Castaña is this one. Yeah. I thought it was little. Yeah, nothing is little here. Except for the frogs. Poisonous bastards. Sneaky bastards. Sneaky bastards. Oh yeah, we have to be quiet. We moeten heel erg stil zijn. Om zo de animalen niet weg te jagen. Al die schone beestjes. Oh. Het is wel een tijdje geleden sinds ik Nederlands gesproken heb. Als het allemaal Engels en Spaans is, wordt dat wel lastig. Dat heeft dat wel een groot impact.
aan mijn Frans, mijn Engels, mijn Duits, alles. Maar geen probleem. Nu kan ik toch al lekker spreken. Spreken. Ach, dat is heel te moe. Ah, dat is hier heel chill. Even. Dat hier. Als je een keer iets wilt doden, dat kan je gebruiken. Dat is heel scherp. Die kindjes lopen op van blote voeten. En zijn taai moest er nu een boom op hen vallen. Ze zullen er gewoon opheffen. Ik heb nog nooit zulke taaie kinderen gezien. Het is niet normaal. Ik heb respect voor hen. Het is niet leuk in Europa. Maar ja, we kunnen niet allemaal zo niet zijn. Ze zijn ook niet gewend aan onze culturen. Culturen. Zo nice hier. I move it up. Hier heb je een schoon beeld van hoe het van boven eruit ziet. Alles hangt hier gewoon. En hier van onder. Al die bomen zijn gewoon omgevallen en die wortels. Als er een helling is, vormen al die wortels van die bomen natuurlijke trappen. Misschien zien we wel trappen, zoiets. Dat is wel heel tof. En als het regent, vormen die wortels, of ja, die trappen, watervalletjes. Watervalletjes. Ik kan niet meer denken, het is veel te warm. Wow, nu is het niet warm. Maar in het zon is het wel goed warm. Ik ga naar het ziekenhuis moeten. We gaan terugkeren over 2 dagen naar Iquitos, naar de stad. Maar het zijn al ik nog 2 dagen wachten met mijn zwaar geïnfecteerde been. En het is niet alleen op 1 plaats, het is overal dat ik infecties heb. Van het een of het ander bacteriën. ¿Qué? Dice que había una sirena antes. Ah. Ahí. Se zegt dat we daarheen was er vroeger een zeemeermin. Y pues esa sirena, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho? Percy? No, él sabe, pregúntale. Percy, cuéntame sobre sirena. Ay, vivía en la cachoeira. Cuando estaba ahí, era bien en los salitos bajando. Cuando toda la gente se iba. Sentados los veía y se botaba. ¿Así? Los griegos la han hecho huir. Dus, de zeemeermin heeft daar al lange tijdje gewoond. En ze was vrienden. Ze was goede matjes met iedereen. Met iedereen van de stammetjes hier. Tot op een dag dat de gringo's kwamen. En ze hebben alles zitten verwoesten. En de zeemeermin heeft er alles om gedaan om hun boten kapot te breken. Ze heeft de dingen tussen gestopt van onder, zodat de boten zouden zinken. Ze heeft alles om gedaan om de gringo's weg te jagen. Maar toch was het haar niet gelukt. En stierf ze. En toen zij stierf, stierf er een sfeer in het bos. En ja, nu zijn we zover. Maar in de realiteit is het wel zo. Er mankeert hier een sfeer van het echte leven. Dankzij al die toeristen. Onder andere mezelf. Maar hopelijk, als we er verstandig mee omgaan. Ja, claro. Is het wel goed. Maar tot hier ga ik het wel stillen. Dankjewel iedereen. Hasta la vista.